Leuk jullie zijn bij een nieuwe video. We gaan vandaag de low budgets serie weer verder beginnen met FIFA 19. Wat kan je doen met bepaalde coins en in welke richting? Als je BPL wil voor 25k, dat kan op verschillende manieren natuurlijk. Eén topspeler gaat allemaal heel slecht spelers, kan ook, maar of je in het algemeen wat beter zijn. We gaan een nieuwe selectie. Oh wacht. We gaan een nieuwe selectie toevoegen. Dit is mijn team. Nieuwe. Vanaf 0 beginnen. Budget. Budget 25. En we gaan de 4-3 spelen. Zou ik zo doen. Zo. Dan beginnen we met het doelman. Dat is een getransfereerde doelman. Is redelijk hoog. Het schijnt goed te zijn. Ik heb op PC gespeeld. Heb ik op PC. En die is gewoon goed. Hij is van Chelsea. Je kan het wel raden. Die Arrizabalaga. Die. Hij op doel. Waarom? Omdat hij aardig lang is. 1,87 bij 1,90. Zwakke been. 4 ster. Dat is heel goed. Reflex is gewoon goed. Echt. Dus, en duiken is goed. Betekent het reflex dat hij heel snel kan pakken. En duiken. Hij kan goed in de hoek. En hij staat goed in positie. En dat is mijn doelman. Rechtsback. Het is de man die heeft gebroken been had vorig jaar. Dat is de Ier Coleman. Waarom? Hij is goedkoop. Hij is redelijk snel. Hij verdedigen is goed. Stamina is goed. Zijn voorzetten is redelijk. Paas is maar wel goed voor een back. Dat is het voornaamste. Het korte paas. En verdedigen. Slaat tackle. Staande tackle is 84. Sliding is 82. Hij is agressief. Hij kan goed onderscheppen. Daarom is het. Want er zijn niet veel anderen die in deze prijsrange is. Duurder. Hartstikke duurder. Klein. Ja, hij is ietsje sneller, maar minder verdedigen, minder fysiek, minder pasen, minder dribbelen. De paas vooral, 3 minder, is niks voor mij. Lichtsteiner, exact hetzelfde, alleen fysiek is vast sterker. Dus dat is common. Verdedigers zijn nog eentje van Chelsea. Hij is fysiek wel aardig, volgens mij. Dit is Christensen. Die heb ik in mijn club. Hij is kracht 3. Sorry. Kracht is 73. Zo aardig sterk. Staande tackle is 88. En sliding is 85. Dekking is 82. Onderscheppen is 83. Reaction mag iets goed. Paas is goed. Dan zou ik hier een anker opzetten. Of schaduw. En de volgende is Nathan Ake. Waarom? Kijk maar. Hij is zo krachtig. Hij kan hoog springen. Koppen goed. Paas is goed. Snel. Hij is snel. Hij compenseert wat Christensen niet heeft. Dus dat is goed. Reactievermogen is goed. In principe een heel goede verdediger voor een. Hij is 81, maar hij is wel verdedigend is ingesteld. Christian is 1,88. Die hebben lange en redelijk lang naast elkaar. En hij heeft laag normaal. Hij hangt ook achter. Die 2 verdedigers blijven achter. Ze komen niet op. En linksachter is Moreno, Alberto Moreno. van Liverpool, die al jaren niet speelt en toch elk jaar hetzelfde rating heeft. Alberto Moreno. Waarom? Hij is snel. Hij dribbelt, is goed. Hij is links. Is ook... Agressie is goed. Uithangsvermogen is goed. Balans is redelijk. Voorzet is mooi. Snelheid is goed. Paas is redelijk. En het springen is goed. Daar zaken echt koppen in de lucht. Dus qua back is het goed. Dat is dat. Dan gaan we naar het middenveld toe. De center mid. Aan de rechterkant is de man die ik zelf ook heb. Dat is de Koerij. Voor de verdedigende optie. Hij is 1,82 meter. Dat valt mee. Maar hij verdedigt zo goed. Zijn paas is goed. En zijn kracht is 81. Staande tackle 83. Uithoudingsvermogen is 93. Dus hij kan heen en weer rennen. Als een gek. Kortpaas is goed. Balbeheersing is redelijk. Is een goede verdediger mid. Die als centermid fungeert. Dan gaan we naar een ander centermid. Dat is de getransfereerde voor de promovendus Fulham. En dat is ook direct de hoogste rated. Serie. Serie. Aardig uithoudingsvermogen. Echt een allround box-to-box. Die kan een beetje verdedigen, die kan een beetje aanvallen, maar vooral goed pasen, goed dribbelen. En is redelijk snelheid. Dus hij heeft alles iets. Dus je hebt nu een verdedigend en je hebt het box-to-box. Dat betekent dat je als kamp zijn dat wel een persoon moet hebben die aanvallend kan zijn. En die is elk jaar een starter team zit hij in. Vooral in het begin. Hij is nog steeds niet. Hij is 81 Lanzini. Lanzini. Afstandsschot 76. Dat is redelijk goed. 84 snelheid. Hij is snel. Zijn balans is goed. Beheersing is goed, dribbelen is zeker goed. Hij kan dribbelen, afstand schieten kan die. Visie is goed. Dus op zich is aardig goed, hij is alleen niet zo sterk. Maar dat maakt niet uit, als aanval in het middenveld hoef je niet sterk te zijn. Je kan gewoon slalommen. En dat zou wel goed moeten zijn. Dan gaan we naar de rechtsbuiten. En dat betekent voor een Manchester City. Silva. Ach, serieus. Oké, Silva. Bernardo Silva. Technisch zo goed. Kijk, zijn dribbelen stats. Jongens, boven de 80. Oude overal. Dribbelen zelfs 91. Balbeheersing 89. Korte paas 85. Voorzet 85. Visie. Ja, dit is echt een goede buitenspeler. Goede voorzetten. Dat is een goede optie. En dan gaan we naar links. Is weer een transfer. Maar dit keer transfervrij was die overgekomen. Benaat van Everton. Hij is snel. Daarom heb ik gekozen. Je hebt de ene kant technisch, de andere kant snel. Dus daarom, hij is balans en lenigheid is goed. Dribbelen is goed, balbeheersing is goed. Afmaken is redelijk voorwinnig en hij is snel. Voorzet is 77, dus valt relatief wel mee. Dat zie je niet direct in de paas, terug in het hoofdstuk. Maar... En dat betekent als je al die voorzetten hebt. Dat betekent dat je als persoon moet je aan de autofiets hebben. Hij is lang. 1,92. Hij is redelijk snel voor een 1,92. Haar schakkracht is goed. Afmaken is goed. De spring is jammer, maar koppen is wel weer goed. Kracht, hij is echt sterk en hij is ook agressief. En daarom is het handig als je mensen die voorzet kan geven, op hem gaat geven. Hij kopt er wel vaak in. Dus een autofiets. Dan is dit het team. En dit zal op de PlayStation 4 op dit moment 26k zijn. Vanmiddag was 25k, zelfs minder. Omdat het net nieuw is, FIFA kan net boven of net onder de 25k zitten. Dus het ligt dan per dag weer, per uur. En op de Xbox is het 27k, zal 26k zijn overdag. En de PC is 28k. Dit zou een budget, als je 25k hebben, je wil per se een buitenspelers, is dit de optie die je kan nemen. Het is gebalanceerd. Je hebt twee verdedigers die verdedigers zet. Je hebt twee buitenspelers die Koen voor kan geven. Rechtsback en linksback, linksbuiten en rechtsbuiten. Verdediger mid door Kouré. Box-to-box Serie en aanvallend Lanzini. En je hebt een kopsterke Arnautovic in de spits. Dat is een gebalanceerd team. Het is nu de vraag hoe je zelf ermee speelt. Dit is een redelijk team voor 25k. Is het een goed team? Dus dat was het. Als je 25k, zet hem even neer wat je het volgende wil qua budget. Of andere league voor 25k. Dus dan zeg ik tot de volgende keer. Altijd blijven lachen. Ciao ciao.